Hallo, goeiemorgen, middag, avond. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Vandaag begin ik heel random. Ik zet even de krultang aan. De vlog. Namelijk als eerste wil ik heel even zeggen super bedankt voor iedereen die de laatste tijd de vlogs kijkt. En ook gewoon voor jullie aandacht. En hoeveel er gereageerd wordt, gekeken wordt. Zeg maar echt een aantal jaar geleden als ik vlogde, dan keek niemand erna. Terwijl nu is het een van jullie favoriete dingen. En ik begin ook meer op mijn gemak te worden om te vloggen. Zoals je de afgelopen tijd hebt gezien, heb ik gewoon veel random vlogs van normale dagen, van werkdagen, allemaal zulke soort dingen geüpload. En tot dusver vinden jullie het leuk om te kijken. Dus als eerste heel erg bedankt daarvoor. Ik zie nu letterlijk dat ik mijn pyjama binnenstebuiten aan heb. Geniet ervan. Dit is een real vlog. In elk geval, ik ben net klaar met close-ups maken voor een aantal video's. En nu ga ik aanbeelden maken voor de Disneyland Parijs outfit video. Ik had jullie namelijk gevraagd op Instagram of jullie het leuk zouden vinden om een aparte video te krijgen. Waarin ik zeg maar mijn Disneyland Parijs outfits laat zien voordat de Disney vlogs en content begint. Dus als die online komt, dan komt ook gelijk de rest online qua Disney content. En jullie reageren daar super positief op. Dus dat ga ik doen. En ik moet zeggen, ik heb hem dus al geëdit. Ik hoef alleen nog de aanbeelden daarvan te maken zo. En ik moet zeggen, ik vind het echt een hele leuke video. Ik vond het ook heel leuk om te filmen. Het is iets zelf natuurlijk ook wat ik leuk vind. Dus dat, ja, is ook iets wat ik zelf zou kijken op het internet. Maar aangezien de aanbeelden ook echt zijn met de oortjes en alles, doe ik even een heel licht make-upje en even een paar plukken weer opnieuw krullen. Zodat het er, ja, zodat ik er een beetje fatsoenlijk uitziet, zeg maar. Verder voor deze vlog heb ik niet echt concrete plannen. Het is gewoon weer, ik pak de camera en ik begin gewoon. Want ik heb gemerkt van de afgelopen tijd wanneer ik dan had gevlogd, dat als ik het maar gewoon open, dat het dan zeg maar, ja, gaat rollen. Dat ik dan zoiets heb van, oh, pak de camera er even bij. Dus het helpt wel echt als ik een begin heb gemaakt eraan. Dus dat is nu eigenlijk wat ik doe. Qua content op dit moment ben ik voornamelijk nu aan het editen. Ik heb alles al gefilmd, waar ik zo blij mee ben, jongens. De afgelopen tijd heb ik me echt kapot gewerkt. Dat komt omdat we natuurlijk op vakantie gaan naar Disney. Maar daarnaast ook met de kaakchirurg. Dus ik wil dat ik alle content gewoon al gefilmd heb. En dat ik ook even wat tijd heb omdat begin oktober, als jullie deze video kijken, dan is de afspraak net niet geweest, denk ik. Maar dan heb ik wel echt een tijdje dat ik, ja, weer gewoon even moet helen natuurlijk. En dan kan ik niet voor een camera gaan zitten terwijl ik uit mijn mond bloed en zo. Het is moeilijk, jongens. Want ik heb namelijk zoiets van, af en toe heb ik er heel veel emoties over. Hoe zeg ik dit? Zeg maar, ik ben niet bang voor daadwerkelijk dat ik mijn tanden moet gaan laten trekken. Want dat heb ik echt al oprecht zo vaak gedaan in mijn leven. Dus dat gedeelte vind ik niet erg. Maar het is meer wat voor emoties er weer zullen bovenkomen. En als je trouwens helemaal geen idee hebt waar ik het over heb, dat kan natuurlijk. Ga vooral even de vorige twee vlogs kijken. Nou, het staat ook in de titel over de tandarts en de kaakchirurg. Maar het is meer dat ik bang ben zonder tanden te zijn, zeg maar. En alle emoties die daar weer bij komen kijken. Daar heb ik vooral geen zin in. Het is niet dat ik daadwerkelijk bang ben voor het tanden trekken. Want dat wordt gewoon verdoofd. Natuurlijk, weet je, er zijn andere dingen die ik liever zou doen door de week. Maar het is zeg maar niet dat ik daar zelf bang voor ben. Maar ja, we gaan het zien. Het is wat. Ik zal in elk geval, als je interesse hebt in dat meer, ik weet niet, ik weet niet of ik dat zou gaan vloggen. Misschien als jullie dat leuk vinden, laat maar vooral even weten. Want dit is vlak voor de afspraak. Dus laat maar weten. Natuurlijk ga ik jullie dan niet echt de camera meenemen naar de kaakchirurg en filmen en zo. Elke afspraak. Maar misschien vinden jullie het wel interessant om te zien voor de afspraak en na de afspraak. En ja, een beetje updates over hoe dat gaat. Laat maar weten of je dat wil zien, ja of nee. Ik ga naar Disney en ik ben daar heel blij mee, want dan kan ik even mijn gedachten echt even afsluiten van dat hele proces wat gaat beginnen wanneer we terug zijn. En het geeft ook iets, weet je wel, waar ik nu op kan focussen, wat leuk is. En dan als ik terugkom, dan begint alle nare dingen. Nou ja, ook nog iets heel leuks, namelijk trouwjurken passen, zoals jullie weten. Maar dat is ook iets wat ik heel spannend vind. Dus ik ben wel heel blij dat ik me eigenlijk de afgelopen tijd op content maken kon focussen. Maar dat zit er nu bijna op. Het zijn dus nog een paar dingen waar ik close-ups voor moet maken, aanbeelden. En dan zeg maar de video af-editen. En dan heb ik alles af. Ja, hoop ik dat ik gewoon even wel ook wat rust kan pakken voordat we gaan. En mijn gedachten even kan verzetten. Dus ja, ik ga heel snel make-up doen. Dan ga ik aanbeelden maken. Ik kan jullie trouwens helaas dus helemaal niks laten zien van die aanbeelden maken. Want die outfits die ga ik dus helemaal laten zien in die video. Daar gaat de hele video om. Dus het zou een beetje een spoiler zijn als ik het hierin laat zien. Maar ze zijn heel tof. Dus ik hoop dat jullie zin hebben in de video. Want het zijn allemaal,
ja, niet allemaal, maar bijna allemaal wel Halloween outfits. En een paar hele toffe. Dus kijk vooral ook uit naar die video. Ik maak dit nu even af, dan ben ik bij jullie terug. Want ik heb namelijk ook hier zo boven de Loungefly Halloween tas. Ik heb dat schap helemaal Halloween Loungefly tas gemaakt. Dus ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk om te zien. Dus ja, ik maak het even af en ik zie jullie zo. Nou, even snel, make-upje zit er dus op. Nu moet ik wel zeggen, ik vraag me gelijk af. Omdat ik nu zo hierboven aan jullie wil laten zien. Iedere keer met de vorige camera, die dus zoveel kuren had, ging het geluid ook heel erg zoomen hier zo in de studio. Dus ik ben benieuwd of dat gewoon ligt aan de airco of zo. Of dat het aan de camera lag. Dus, maar ja, daar kom ik pas achter als ik deze video edit. In elk geval ga ik heel even snel hier zo boven aan jullie laten zien. Heel even snel, dit is dus het gedeelte wat jullie kennen. En hier heb ik dus wat wijzigingen gemaakt. Want namelijk, ik heb alle Halloween gerelateerde tassen eruit gehaald. Want het is wel heel duidelijk dat dat mijn favoriete categorie is. Ik heb aan de Loungefly tassen. Dus die heb ik hier zo neergezet. En trouwens ook deze. Dit is geen Halloween. Maar kijk even hoe cute. Hier word je toch vrolijk van. Tenminste, ik word er echt vrolijk van. Dus dit is allemaal Loungefly. Allemaal Disney. Behalve deze. Dit is van Trick or Treat. Die hebben jullie ook wel gezien een keer in een video op mijn YouTube kanaal. Voor de rest is het allemaal Disney. Allemaal. Deze komt van Comic Con. Deze komt van Disneyland Parijs. Comic Con. En de rest is online besteld. Gewoon van Loungefly website, zeg maar, en verkopers. Maar echt heel erg blij mee. Ik word er echt gewoon gelijk vrolijk van als ik dit zie. Want iedere keer sta ik hier zo. Omdat hier hangen al mijn filmtops. Waar ik uit kan kiezen, zeg maar, als ik ga filmen. En dan kijk ik deze kant uit. En ik word gelijk helemaal vrolijk van dat ik dan al deze Halloween tassen zie. Zoals jullie weten, ik hou van Halloween. Dus dit vind ik gewoon geweldig om te zien. Maakt niet uit welke tijd van het jaar. Maar ik heb dus gelijk ook hier zo de camera en de ringlamp neergezet. En dan ga ik zo hier zo, deze muur heb ik helemaal leeg gemaakt. Gaan we aanbeelden maken voor die video. Dus ik ga nu even stoppen met ratelen en even dat doen. Want dan heb ik dat gehad. En dan kan ik de video's afediten. Ik weet niet of ik verder nog wat vandaag ga filmen. Maar dan zie ik jullie binnenkort in elk geval weer in deze vlog gewoon verder. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik ga zo lekker sporten. Ik ben echt net wakker, dus ik moet nog een beetje wakker worden. Maar ik dacht, ik begin de vlog vandaag. Want vandaag zijn wel een paar werkdingetjes die ik moet doen. Maar voornamelijk, het begint nu rustiger te worden. Ik heb bijna alles gedaan voor, zeg maar, dat we weggaan. En ik dacht, ik neem jullie als eerste mee sporten, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ga natuurlijk wel in de sportschool overschakelen naar mijn telefoon, want ik hou er ook niet van als mensen naar me kijken. En het leek me wel leuk om jullie gewoon mee te nemen, want ondertussen is sporten best wel een groot onderdeel geworden van mijn leven. Maar ik heb dat nog nooit hier zo op YouTube gedeeld. Ik deel het wel vaker op Instagram, maar het is iets wat ik ook gewoon echt oprecht heel erg lekker vind. Ik heb de afgelopen 3 dagen bijvoorbeeld niet gesport en nu heb ik echt zoiets van, oh, ik wil echt weer graag. Dus ik had me voorgenomen vandaag als ik wakker word, gaan we het gelijk doen. En ik doe natuurlijk ook weer dan mijn Apple Watch op. Hier krijg ik altijd echt super veel vragen over. Ik heb highlights. Ik zal wel heel veel hier in beeld brengen. Die ik altijd op mijn Instagram heb staan van welke heb je. Het bandje moet wel ondertussen vervangen worden. Ik ben er echt dol op dit bandje. Ik heb hem ook al 2 keer gekocht. Maar hij is gewoon al een beetje klaar. Hij begint helemaal te verkleuren. Maar ik zweer echt bij mijn Apple Watch. Heel veel mensen trouwens, dat wil ik wel even zeggen, zeggen van dat het helpt bijvoorbeeld met je motivatie en zo. En ik moet zeggen, dat is ook zeker zo. Maar ik merkte dat het bij mij op een gegeven moment heel obsessief werd. En dat moet het niet worden. Dus ik heb mijn doelen heel laag gezet. Maar ik vind het wel gewoon heel fijn dat ik hiermee kan zien als ik naar een sportschool ga, hoe mijn hartslag is, of ik zeg maar goed bezig ben, hoe lang ik al bezig ben. Want wat heel cool is, bij de sportschool, deze kan ook connecten met heel veel apparaten. Dus hij kan dan ook via het apparaat zien hoeveel gewicht en al die dingen. Dus dat is wel heel erg cool. Dus ja, deze doe ik altijd om dan naar de sportschool. Ik draag mijn Apple Watch niet per se elke dag. Voornamelijk met sporten. En ik draag hem wel vaker hoor, maar ik vergeet hem ook heel vaak. Maar ik ga nu in elk geval even mijn outfit pakken. Eens even kijken. Dit is mijn sportgedeelte. Wat gaan we vandaag aandoen? Deze set vind ik wel heel lekker zitten. Dus die is top. Dit is trouwens gewoon van de Primark. Ik moet wel zeggen, ik koop altijd die fancy lijnen van de Primark. Die wat duurder zijn. Dan is een legging volgens mij iets van 15 in plaats van 9 euro. Maar deze set heb ik dus ook echt heel vaak aangehad. En die zijn echt top van de fancy lijn van de Primark. En dan heb ik deze shirt. Daar heb ik gewoon echt heel veel van. Precies dezelfde. Dus ik heb altijd dezelfde shirt aan. Oversized. Maar wat ik heel leuk vind is dat de achterkant is zo open. Dus je hebt nog wel bootylicious down. Dus dit ga ik heel even aandoen. En dan ben ik zo bij jullie terug. En dan laat ik het even aanzien. Dit is dan mijn outfit. Oversized shirt. Zoals je ziet, deze zit echt heel los. Want hier is mijn waist. Dus dan kun je zien
hoe los die valt. Maar dat vind ik gewoon comfy. Maar aan de achterkant is die dus open. En dan is je butt zo van tadaa. Dus dat... ja, ik vind deze heel leuk. Deze heb ik dus echt heel vaak. Die heb ik al heel lang. Die had ik toen destijds van Shein gekocht. Echt gewoon gelijk een stuk of 15. En ik draag ze nog steeds met heel veel plezier. Ook al zijn ze tegenwoordig gewoon echt wel een stuk groter dan dat ze origine waren, zeg maar. Het begint nu ook gelijk goed te regenen. Dus excuses als je dat hoort. Ik doe nog even mijn haar. En denk ik ook een beetje mijn wenkbrauwen. Ik voel me altijd een beetje gek zonder mijn wenkbrauwen. Ik doe trouwens bijna altijd als ik ga sporten 2 staartjes in. Soms ook een hoge staart. Maar ik vind dat zelf gewoon heel erg fijn. Want heel veel van die apparaten moet je dan ook je hoofd opleggen. Als je dan een staart van achter hebt, ja, dan moet die of heel hoog zijn. Of het is gewoon zwaar oncomfortabel. Dus ik doe altijd gewoon 2 zulke staartjes. En dan kan ik gewoon elk apparaat doen comfortabel. Heel even snel, ik ging een beetje ratelen over vragen die ik heb gehad over sporten en voeding. Dat ga ik nu doen. Je ziet nu de eindtijd in beeld. Mocht je hier geen interesse in hebben, wil je dit niet zien, om welke reden dan ook, klik dan vooral even door naar deze tijdstamp. En dan voor de mensen die het wel interessant vinden, ga ik nu even in die vragen die ik de hele tijd krijg duiken. Ik heb geen idee of jullie dit interessant vinden, maar zoals ik dus al zei, ondertussen is het echt wel een groot onderdeel van mijn leven. En jullie weten, ik heb hier ook gedeeld, onderhand ben ik 10,6 kilo afgevallen. Dat is natuurlijk niet alleen door sporten, maar ook, ik noem het vooral bewuster leven. Ik krijg heel veel mensen van, wat eet je dan en wat doe je dan? Ik moet zeggen, het is echt absoluut niet makkelijk. Maar je moet een beslissing voor jezelf gaan maken van dat je niet wil falen als je dit wil bereiken. En dat heeft bij mij echt waar, jongens. Ik jojo'de altijd ontzettend. Dus dit heeft voor mij ook heel lang geduurd. Maar ik vind sporten nu ook oprecht leuk. Wat helpt? Zo heb ik bijvoorbeeld, ik ga dan naar de sportschool en ik probeer 2-3 keer in de week. En daarnaast heb ik ook nog 1 les die ik heel erg leuk vind. Lekker dansen. Dus ja, daar heb ik ook altijd echt heel veel plezier uit. Maar daarnaast, wat mij heel erg heeft geholpen is dus zoek iets waar je echt plezier uit haalt. Wat je leuk vindt om te doen qua sport. Maar daarnaast dus opties dat je niet kan falen. Zoals jullie weten, ik werk ook samen met een personal trainer. En ik heb de meest cheapo versie. Zeg maar, je hebt, mensen denken gelijk aan een personal trainer dat je dan die persoon er altijd bij is. Maar je hebt ook opties bijvoorbeeld dat ze schema's voor je maken. En dat je 1 keer in de zoveel tijd komt wegen. Of dat ze 1 keer in de week met je meesporten en jij de rest moet doen. Allemaal zulke soort dingen. En ik heb dus ervoor gekozen dat ik elke 2 weken heb ik een check-in. En dan gaat hij gewoon kijken van hey, hoe gaat het? Natuurlijk heb je dan ook weging en meting. Maar ook gewoon om te kijken van hoe sta je er geestelijk voor, zeg maar. Want afvallen is gewoon heel erg een battle. Want weet je wat het is? Als het allemaal zo makkelijk zou zijn, dan zou niemand overgewicht hebben, zeg maar, als ze dat niet zouden willen. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Want ik weet dat mensen er altijd heel snel boos om worden. Ik bedoel ook echt niet van je moet afvallen of zo, maar voor de mensen die, ja, voor zichzelf zoiets willen doen. Deze keuze heb ik ook echt alleen voor mezelf gemaakt. En dat was voornamelijk omdat ik op een gegeven moment echt lichamelijke klachten en zo begon te krijgen. Zoals bijvoorbeeld echt heel erg pijn aan mijn knie had ik constant. Dat was echt iets wat nieuw was. En dat heb ik dus ook met mijn trainer doorgenomen. En hij heeft dus toen ook allemaal oefeningen gegeven om dat weg te laten gaan. En ongeveer na 3 maanden was het gewoon weg. Ik heb gewoon geen pijn meer in mijn knieën, wat echt insane is. Dus ik train mijn lichaam om gezonder te worden. En daarnaast dus met voeding krijg ik heel veel vragen van wat doe je qua diëten en zo. Ik dieet niet. Het enige wat ik heb gedaan is bewustere keuzes. Dus bijvoorbeeld, ik at altijd wit brood en nu eet ik volkorenbrood. Dat is letterlijk het enige wat ik doe qua voeding. Ik probeer het zo min mogelijk qua snoepgoed en zo in huis te halen, zodat ik dat ook niet als verleiding heb. Maar ik zorg dat er echt genoeg eten is wat ik lekker vind, maar wat zeg maar goede keuzes zijn, als dat logisch klinkt. En ik honger mezelf niet uit. Dat deed ik voorheen altijd. En dan vervolgens dan ga je in één keer ziek veel eten omdat je jezelf uithongert. Dat moet je niet doen. En in het weekend of als ik uit eten ga of zo, eet ik ook gewoon alles wat ik wil. Want het moet namelijk niet zo zijn dat hoe je eet, dat dat voor korte termijn is. Het moet iets worden wat je vol kan houden. Iets wat je nieuwe leven wordt, zeg maar. Dus ja, dat is een beetje alle vragen beantwoord die ik echt altijd krijg. Ik hoop dat jullie dat oké vinden. Nogmaals, doe ermee wat je wilt. Dit is echt voor de mensen die erom hebben gevraagd. Maar ja, ik ben aan het ratelen. Ik ga heel even mijn wenkbrauwen doen. En dan gaan we op weg naar de sportschool. Het regent echt ontzettend hard. Dus ik moet wel even een goede jas aan. Ik besef me net dat ik mijn ratel over, zeg maar, mijn trainer en al die dingen gewoon niet heb afgemaakt. Ik ben ook net wakker, jongens. Maar als jullie daar verder interesse in hebben, dan kan ik dat wel een keer echt goed delen. Maar ja, dat is dat. Ik ben in elk geval nu klaar om te gaan. Dus we gaan er naartoe. Dan ga ik overschakelen naar mijn mobiel. En dan gaan we lekker sporten. You're all I need. The situation.
Er is eigenlijk bijna niemand. Ik ga normaal nooit op de zondagochtend, maar zo te zien is er één iemand. Van dames in elk geval. Dit is de dameskleedkamer. En dan ben ik dan weer klaar met sporten. Was even lekker. En wat altijd wel een voordeel is, vind ik. Meestal sport ik in de avond. Maar in de ochtend is het dan wel zo. Dan heb je het gehad. En dan voel je gelijk ook gewoon goed over jezelf. Dan ben je al geweest. Maar in elk geval, nu. Ik dacht zo, ik ga jullie even meenemen naar de Albert Heijn. Want waar ik de laatste tijd echt oprecht de meeste DM's van jullie over krijg, is dit, deze spaaractie, zeg maar, van de Albert Heijn. Ja, wij sparen het dus. Dat was voornamelijk de vraag of ik dit al had gezien en of we dit spaarden. En we zijn er druk mee bezig. En ik vind het oprecht ook echt heel erg leuk. Want je krijgt dus bij besteding van 10 euro, dit is niet gesponsord of zo, maar even om te laten zien. Hebben ze van die kaartjes, krijg je dan, die maak je dan open en er zitten van die stickers in. Je krijgt er 4 per 10 euro. We hebben er al best wel wat. Deze moet ik nog even doorheen om te kijken of er nieuwe tussen zitten, een paar. Maar we hebben, nou, vooral de eerste keer hadden we heel veel mazzel, want er ging Luc afrekenen en toen was ze de kaartjes vergeten te geven. Dus toen had hij dat gevraagd en toen heeft ze gewoon een hele stapel gepakt, omdat ze ook niet meer kon zien hoeveel die er zou moeten krijgen. Maar er staan hier dus ook allemaal recepten in en je spaart dan de stickers en die staan dan op nummer. En daar moet je ze dan opplakken. Maar nu is het ook zo, dat kan je zien op deze laatste pagina, dat je dingen kan winnen. En een paar dagen geleden had Luc een avondsnackie gehaald voor ons om bij de film. En toen maakte ik hem open. Kijk, dit is wat ik zag. Dit is dus zo'n kaartje. Maakte ik hem open en tadaa! Golden ticket. Luc ging meteen echt helemaal los, want die dacht dat we gelijk een VIP-trip hadden gewonnen. Maar aan de achterkant dus van dit kaartje, dan staat er een code en wat je moet scannen. Ik weet niet of je gegarandeerd prijs hebt, ja of nee. Maar ik dacht automatisch van, oh, het zal er wel zeggen van sorry. Of weet je wel. Maar we hebben daadwerkelijk iets gewonnen. We hebben namelijk een Lego-set gewonnen van Disney 100. Ik zal hem nu even in beeld brengen op de Lego-website. Het is ook echt gewoon ter waarde van 40 euro, wat ik een goede prijs vind. Ik moet heel eerlijk zijn, ik win echt nooit zulke dingen. Dus dat is wel echt heel erg top. Dus ja, dit zijn degenen waar je eigenlijk dus naar op zoek bent. Ook nog eens. Ik vind de stickers gewoon überhaupt al heel leuk. Maar we hebben dus ook nog mazzel gehad dat we daadwerkelijk iets ermee hebben gewonnen. Maar je kan dus ook vervolgens, als je die stickers dus hebt geplakt, aan de achterkant krijg je dan dit. En daarmee kun je de knuffeltjes halen. Volgens mij geldt deze alleen voor de plusjes. Ja, dan moet je deze laten zien en dan kun je een van deze plusjes voor €4,99. En ik dacht, misschien is het leuk om samen even naar de Albert Heijn te gaan en te gaan kijken. Want ik heb het zelf nog niet gezien. Luc gaat meestal boodschappen doen. Dus ik dacht, dan neem ik deze gewoon mee. Ik heb echt een hele stapel hier met van die kaartjes. Zoveel heb ik er niet nodig. Maar ja, het leek me leuk om te gaan kijken. Want ze hebben niet alleen knuffels, maar als het goed is hebben ze ook meer Disney dingen. En zoals jullie weten hou ik van Disney. Dus ja, ga ik jullie meenemen. Zullen we eventjes nu naar de Albert Heijn gaan? So would it be cool to say you? Do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights. Or we could find a two-star place, just you and I. That'd be nice. Do you want to escape with me? Oh, 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 oh. Do you want to escape with me? Yeah, I see you there biting your cherry lips, giving me a hint at an early exit. Can't believe, gotta pinch your cheek to know this isn't fantasy. Right, right, skip the chit chat, cause that shit cheap. Doesn't matter either way, cause I can hear a thing. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep. Your friends are drunk, and the DJ keeps playing the same songs. And time isn't moving. Hi, puppy! Oh, big stretch. Hallo. Hallo, ben ik alweer? Hallo, hallo. Welke
denk je dat ik... Oh, ga focussen niet. Welke denk je dat ik heb meegenomen? Wat heb ik meegenomen, denk je? Ik dacht misschien de armbandjes of Nemo. Nemo! Deze is niet voor jou. Dus dat lijkt als speelgoed voor me. Nou, ik ben weer terug. Ik heb best wel eventjes lopen twijfelen welke ik mee zou nemen. Maar uiteindelijk heb ik Nemo meegenomen. Die vond ik het schattigste. Wat ik ook heel leuk vind is dat ze dus, zoals in de films, één grote vin en één klein vinnetje hebben gedaan. Wat heel cute is. Ik vond de tweede die ik ook echt heel tof vond was Mike Wazowski. Dus daar zat ik een beetje tussen twijfelen. Dacht, zal ik ze allebei meenemen? Maar ik heb me ingehouden en ik heb alleen Nemo meegenomen. Voor de rest was ik ook heel benieuwd naar die armbandjes die ze zouden hebben. Die bedelarmbanden, zeg maar. Ik moet zeggen, de kwaliteit zag er echt heel slecht uit. In de zin van alleen leuk misschien voor een kindje van 4 of 5. Volgens mij in elk geval. Natuurlijk heb ik ze niet in het echt gezien. Maar op de verpakking zag het er wel echt heel cheapo uit. Jammer genoeg. Maar ik dacht, nu we toch hiermee bezig zijn, ga ik gelijk even kijken wat hier nieuw van is. En gaan we dat ook gelijk plakken in het boek. Ik heb dus alleen geen nieuwe stickers gekregen. Want het was 5 euro. Dus bij 10 krijg je er pas één. En het was een beetje irritant. Want twee mensen voor mij was iemand. Die had echt een ziek grote boodschap. En die zei van, nee, ik hoef de Disney kaartjes niet. En die had echt ziek veel gekregen anders. Maar dan voel ik me ook ongemakkelijk om te zeggen, mag ik ze dan? Maar ja, in elk geval, ga nu plakken. Nou, dat stickerboek is helemaal up-to-date nou, wat heel erg fijn is. Dus we hebben echt al heel veel dubbelen. We krijgen echt heel veel dezelfde. Terwijl we echt nog de helft van het boek moeten. Dus ik hoop dat we binnenkort ook wat nieuwe stickertjes krijgen. Laat vooral horen als je dit leuk vindt, ja of nee. Want ik ben van plan dus om vaker te vloggen. Dus misschien de volgende keer als ik weer nieuwe pakjes heb, dat ik ze samen met jullie kan openen. Dat we kunnen kijken, zeg maar, welke stickers we dan hebben gekregen. Misschien vinden dat je leuk. Misschien denk je nou wel, dat wil ik helemaal niet zien. Dan is dat natuurlijk ook helemaal goed. Maar ja, vandaag eigenlijk dus op de planning stond vloggen. Zoals wat ik nu aan het doen ben. Verder moet ik editen, close-ups maken. Luc is nu even weg, dus dan maak ik geen close-ups. Want het is altijd makkelijker. Want Bambi komt namelijk niet vaak boven. En als ze dan boven is, dan is het zo van, weet je wel, als een kind in een nieuwe omgeving. Een speelwereld, weet je wel. Dat idee. Dus close-ups maken. Ik hoop, weet je wel, ooit in de toekomst dat ik gewoon een mandje daar kan neerzetten. En haar vaker mee naar boven kan nemen. En dan gaat dat er natuurlijk ook gewoon van af. Dat ze het heel interessant allemaal vindt. Maar straks als Luc terug is, ga ik dus close-ups maken. Nu ga ik gewoon even een beetje editen. En leg ik jullie even neer. Ik ben wel heel blij. Want ik heb al 1 samenwerking helemaal afgerond. De oorbellencollectie, zeg maar, is nu klaar. En het was echt zo'n groot succes. Ik wil jullie daar trouwens nu ook even voor bedanken. Want het was echt bizar, de herfstcollectie. Die is nu helemaal weg. Kun je niet meer bestellen. Maar de eerste keer met de lancering dachten we, we doen 2 keer zoveel als de vorige keer. Dan weten we sowieso dat we genoeg hadden. Dat was de gedachte. Maar letterlijk het 2 keer zoveel aantal was binnen volgens mij 1,5 dag of zo uitverkocht. En nog heel veel mensen die vroegen naar de setjes die echt binnen 5 à 10 minuten weer uitverkocht waren. Nadat de website werkte. Dus toen hebben we zoiets van, oké, dan gaan we weer een pre-order doen. Met die pre-order, zeg maar, alleen al van, zeg maar, Main Street, de pompoenoorbellen van Mickey, waren 58 setjes nog verkocht met pre-order. Zeg maar, nog erbovenop. Bizar, zeg maar. Dus ja, er waren weer superveel oorbellen verkocht. Dus ik wil je daar ontzettend voor bedanken. Ik hoop dat jullie heel veel plezier gaan hebben natuurlijk van jullie oorbellen. Maar voor mij en Miranda is het natuurlijk ook geweldig. Want je steunt niet alleen mij, maar je steunt ook Me Online Shop, een klein bedrijfje. Dus voor haar is het natuurlijk ook gewoon echt insane hoeveel er besteld is. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En die Main Street was maar een voorbeeld. Want de Phantom oren en ook de Oakleaf. En er waren zoveel oorbellen waar jullie zo fan van waren. Die nog zoveel verkocht zijn in de pre-order, is niet normaal. Dus ja, super bedankt daarvoor. Het was weer echt geweldig. Het was mega hectisch ook weer om te doen, maar heel leuk. Maar ik ben nu ook wel blij aangezien, zeg maar, nu een beetje dingen allemaal afronden, dat ik dat ook kan afsluiten, dat het een succes was. Zeg maar, alle spanning, weet je wel, kan ik dan nu neerleggen en dat voelt ook wel heel erg fijn. Wie weet in de toekomst weer een keer een oorbellencollectie. Ik hoop het wel. Ik vind het in elk geval super tof om iedere keer te ontwerpen en te doen. En ja, ik vind het echt heel leuk ook. Maar daar wil ik jullie in elk geval even voor bedanken. En dan ga ik jullie nu even neerleggen, want ik ben oprecht gewoon best wel moe op dit moment. En dan ga ik altijd ratelen. Ik ken mezelf. Dus ik leg jullie neer. Ik weet niet wat ik verder vandaag nog ga filmen. Het is niet een hele spannende dag. Maar ik denk dat ik misschien wel een beetje, als ik close-ups ga maken of zo, zal filmen voor jullie. En misschien, oh ja, er is ook nog een pakketje binnengekomen die ik wel leuk aan jullie zou willen laten zien. Dus ja, in elk geval,
We gaan het allemaal zien. Ik ga jullie in elk geval meenemen. Ik ga nu close-ups maken. Ik heb jullie heel eventjes op mijn make-up tafel gezet. Dus ik ga dit nu eventjes verbouwen. En dan maak ik wel denk ik even een timelapse van dat ik het omzet. En dan close-ups maken voor 2 video's is de planning. Er ligt echt super veel afval. Dus dat ga ik straks natuurlijk ook echt opruimen. Maar dit zijn de laatste 2 video's waar ik close-ups voor op moet maken. En dan is het klaar. Er staat hier verder nog wat afval. Maar ja, dat ga ik morgen denk ik allemaal opruimen. Ik heb in elk geval mijn boekje met alle close-ups die ik moet maken. Wat daar ligt moet ik close-uppen en deze tas. En dan morgen dat editen. Dat is mijn laatste echte volle werkdag. En dan heb ik officieel vakantie. Dan ga ik dus wel nog een beetje opruimen hier en daar. Ik vind dat altijd wel prettig, vooral als je op vakantie gaat. Dat als je dan terugkomt, dat alles helemaal netjes en schoon is. En weer klaar is om te gaan werken. Dus dat staat nog wel op de planning, maar ik ben dan gewoon vrij. Wat ik nog niet helemaal kan beseffen, maar ik heb er echt zoveel zin in. Dus ja, ik ga zo even close-uppen. Dan ben ik straks bij jullie terug. Wil ik nog even een pakketje laten zien. Dus, maar ik ga nu eerst even werken. Daar ben ik dan weer. De close-ups zijn gemaakt. Ik denk een uurtje of zo mee bezig geweest. Ik heb het op dit moment heel warm. Maar dat komt omdat ik dan druk bezig ben. Gewoon vooral met focussen. En omdat ik telkens best wel dezelfde houding aanhoud. Zonder dat ik het door heb voor heel lang. Maar ik wilde gelijk eventjes aan jullie laten zien wat ik binnen had gekregen gisteren. Ik had namelijk oorbellen weer besteld. Gewoon zelf bij Mi Online Shop. Ik ben gewoon vast klant bij haar. Zoals jullie weten, zo is ook onze samenwerking tot stand gekomen. Omdat ik echt super fan ben van de sieraden die zij gewoon überhaupt maakt. En nu deelde ze deze. Kijk hiernaar. Is dit niet het mooiste wat je ooit hebt gezien? Ik ben er echt obsessief mee. En deze is ook echt, de witte is met zonnesteen erboven. En deze is met amethyst. Dat duurde even, ik kwam er even niet op. Kijk hoe mooi deze zijn. Mickey oorbellen. Ik vind ze echt prachtig. Ik zal mijn best doen even de website hieronder ook in de beschrijving te laten. Mocht je zelf interesse hebben. Ik krijg er zelf niks voor natuurlijk. Ik heb ze ook gewoon zelf gekocht. Maar zo verschrikkelijk mooi dat ik ze even aan jullie wil laten zien. Ik kan niet wachten om deze te dragen. Ook deze witte vooral. Die past straks gewoon echt overal bij wat ik leuk vind. Maar dat was het in elk geval wat ik vandaag nog wilde vloggen voor deze video. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik ga hem hier zo gewoon beëindigen. Want ik ga nu alleen maar editen achter de laptop. En dat is voor jullie niet zo heel erg leuk om te kijken natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een vrij chille vlog deze keer. Dus ik ben benieuwd of jullie dit ook oké vinden. Dat het meer gewoon een normale dag uit mijn leven ook een beetje is. Laat het gewoon van je horen in de reacties. En hopelijk zie ik jou weer in de volgende video. Vergeet trouwens niet te abonneren. Dat ben ik volgens mij vergeten te zeggen aan het begin van de video. Maar mocht je me nog niet volgen, doe dat dan vooral ook eventjes. Doeg! Bye! I just gotta